Oké, jongens, we zijn weer terug. Ronald is level 33. En als het nu nog niet lukt om Nessa te verslaan, is er nog maar één optie. Maar we gaan het nu natuurlijk eerst proberen met Ronald, level 33, Reboot. In de vorige aflevering heb je kunnen zien dat deze, ja, challenge, deze gym badge niet echt van harte gaat. We mogen alleen maar vuurtypes gebruiken in deze challenge. En Nessa sloopte ons de moeder. Is niet normaal. Is echt... Nou ja, ga maar gewoon de vorige aflevering kijken als je dat nog niet hebt gezien. Abonneer ook even op dit kanaal als je meer Pokémon en Nintendo video's wil zien. En dan gaan we nu voor de derde keer proberen om freaking Nessa te verslaan. We zijn maar liefst 11 levels hoger dan Goldeen. Laten we gewoon Goldeen headbutten. Gaan we gewoon Goldeen nu in één keer slopen? Kijk, kijk, dit is hoe het moet. Lekker bezig. Oké, ook zijn we 10 levels hoger dan Arokuda. Die gaan we ook headbutten. Maar Arokuda doet natuurlijk weer Aqua Jet. En daarmee is die sneller dan ik. En dat is best wel irritant. Oh! Serieus, 1 HP over. Dan quick attack ik je kapot, jongen. Oké, Arokuda is ook down. En dan krijgen we nu het grootste probleem van Nessa. Dreadnought. Het hele ding met Dreadnought is dat wij een keer sneller moeten zijn. We zijn nu 9 levels hoger. Raboot is gewoon een hele snelle Pokémon. En ik snap niet dat Dreadnought sneller is dan Raboot. We hebben een super effective move. Namelijk Max Knuckle. Laat ons nou gewoon... Ja. Ja. We zijn eindelijk sneller dan freaking Dreadnought. Eindelijk. Oké. Als jullie je afvragen waarom Ronald opeens level 33 is. Ik heb off-cam even zitten trainen. Want dat is niet leuk om naar te kijken als serie op YouTube. Let's go. Ik ga ervoor zitten. Max Knuckle. Hoeveel damage doe je nu op freaking Dreadnought? Meer dan de helft. Nee. Net niet de helft. Oh my gosh. Ik hoop zo dat we dit overleven. Max Gazer, laat ons dit overleven, alsjeblieft. Alsjeblieft. Oh, 5 HP. 5 freaking HP. Volgens mij heb ik net mijn attack geboost. Wat in zou houden dat we misschien Dreadnought met deze Max Knuckle toch... Hoe is die nu sneller? Komt dat omdat het regent? Ik snap hier niks meer van, vrienden en vriendinnen. Is het omdat het regent dat die nu opeens sneller is? Hoe kan dit? Ik dacht echt dat ik er was. Dit gaat ook alleen lukken met super effective moves. Dus het enige wat ik kan doen is Ronald weer reviven. En hopen dat ik s'nachts misschien wel sneller ben. Max Gazer op Wilbo. Wilbo heeft het een keer overleefd. En nu overleeft hij het niet. Ondertussen is Don aanzet en zorg ik dat Ronald weer full HP is. Want ja, nogmaals, ik moet het echt met die super effective move gaan doen, denk ik. Hij doet Razor Shell. Ga ik dat overleven? Nee, natuurlijk ga ik dat niet overleven, want dat is 4 keer super effective. Oeh, we hebben hem wel geburnt. Hebben we nu gewoon een klein beetje geluk, jongens. We hebben hem geburnt, die Dreadnought. Hij is meer dan de helft van zijn HP nu kwijt. Laat me... Alsjeblieft, 1 klap overleven. Het is een kwestie van 1 klap nu. Mag ik alsjeblieft double kick doen? Nee, ja, Razor Shell gaat mij slopen. Wedden. Nee, ik overleef het. Huh? Ik overleef het makkelijk opeens. Maar mijn defense is wel naar beneden. Dus we moeten het echt in deze beurt zien te fixen. Double kick. En we hebben de tweede badge. We hebben de freaking tweede badge te pakken. Oh man, eindelijk. Ik weet niet hoe dit is gelukt, waarom dit nu opeens wel lukte, maar het is gelukt. Die Max Gazer move, ik weet niet wat die doet met mijn Pokémon. Ik snap het niet, maar het is gelukt. Is het echt zo? Gaan we over naar het muziekje? Zien we juichende mensen? Zien we een balende Nessa? Oh my gosh, we hebben hem. Eindelijk gehaald. Ik heb denk ik in totaal misschien 1,5 uur zitten trainen. Maar het is gelukt. We hebben de tweede badge binnen, jongens. Oh, we hebben nog steeds een super lelijk kapsel. Maar dat maakt niet uit. Ik ben blij. We hebben de tweede badge te pakken. We schudden de hand van Nessa. En daar is die, de water badge. Misschien wel de allermoeilijkste badge die we moesten halen in deze playthrough. En nu moeten we naar de Fire Gym Leader. En daar moeten we de derde badge zien te pakken. En we krijgen de TM Whirlpool ook. Ik denk niet dat we daar iets aan hebben. Maar dat maakt niet uit. Ah, we mogen er vandoor. We mogen deze stad bijna vaarwel zeggen. Want Oleana staat hier op ons te wachten. Omdat we even de League Card van Chairman Rose op moeten gaan halen. In het vis.
restaurant. Oh nee, we krijgen hier de Lee card, maar we moeten sowieso even met die dude gaan praten. Maar eerst ga ik mijn Pokémon naar het Pokémon Center brengen, want dat hebben ze wel verdiend. Ze hebben allemaal even een opknapbeurt nodig. En dan heb ik gelijk even wat tijd voor de vraag van de dag, want dat is namelijk: welke Pokémon wil jij als huisdier? Dus dat hoeft niet per se de allersterkste Pokémon zijn, maar welke Pokémon is gewoon nuttig om als huisdier te hebben? Ik denk zelf aan een Chansey, omdat Chansey, ja, is gewoon een soort van dokter. En dan heb je persoonlijke dokter heb je gewoon thuis. Ik denk ook aan Arcanine. Dus Wilbo, wat dat betreft, ik zou jou best als huisdier willen. Omdat Arcanine gewoon een waakhond is. Die kan je gewoon ten alle tijde beschermen. En Arcanine is ook nog eens super cool. En weet je welke me ook tof lijkt? Celebi. Omdat Celebi kan time travelen. Die kan tijdreizen. Dat is ook super vet. Nou, dit hele gesprek gaan we niet nog een keer bekijken. Ik heb deze game namelijk al uitgespeeld. Als je die volledige playthrough wil zien, dan moet je even mijn normale serie van Pokémon Sword checken. We moeten nu door dus naar de volgende gym en Hop staat ons al op te wachten en die zegt, ja, we moeten naar Kaboe en dat is de Fire-type gym leader en die gym wordt super cool, want daar gaan we nieuwe Pokémon krijgen. Daar gaan we nieuwe Pokémon vangen. Maar daarvoor moeten we eerst door de mijnen heen. Oh, sorry dat ik tegen u aanfiets, meneer. Volgens mij, even kijken, konden we hier nog wat speciale dingen kopen? In ieder geval ligt hier een Pokéball, een Magnet. Oeh, dat is misschien wel nice als we een Rotom krijgen. Oh, Michino ruilen voor Cutteny. Nee, dat hoeft niet. Oeh, Incense. Grass-type, water, water, rock, psychic. Laat ik in ieder geval even een Lex Incense kopen. Voor 5000. Die zorgt er namelijk voor dat een tegenstander makkelijker zijn moves mist. Dus die ga ik even aan Wilbo geven. Want Wilbo die had sowieso nog geen item. En volgens mij lag hier ergens ook nog een Pokéball. Ja hoor, zeker wel. Wat is dit dan? Een Shell Bell. Daar krijg je elke beurt een klein beetje HP mee terug. Oké, nu door naar de volgende route. En dat is weer een mijn. Volgens mij gaan we hier geen nieuwe Pokémon kunnen vangen op deze route. Oh, maar BD staat hier weer te wachten. Daar is hij weer, jongens. Gozer, wat ben jij hier nou weer aan het doen? Hij wil eigenlijk niet battelen, behalve als ik het wil. Hey, kom dan. Ik heb net Nessa verslagen, vriend. Denk je dat ik jou niet kan verslaan? Met je solosis. Ja, Ronald staat nog steeds op de eerste plek in mijn team. Die mag even lekker gaan flamechargen. Hoppakee. Oh ja, kijk. Solosis maar level 21. Ja, een nadeel van dat we onze Pokémon zo erg hebben moeten trainen is dat we misschien nu een klein beetje OP zijn voor het komende deel van de story. Nou, Wilbo mag het even gaan opnemen tegen Gotita. Want Wilbo kent Bite. En dat is natuurlijk lekker super effective op deze hele kleine Gotita. En die is gelijk flinched. Kijk, dat is lekker. Dat is mooi van zo'n move als Bite. Easy, BD. Je zit een beetje stoer te doen tegen mij. Maar je moet toch echt even beter je best gaan doen, vriend. Daar is dan in Hatena. Zijn exact dezelfde Pokémon als die de vorige keer ook had, volgens mij. Kom op, bite hem. Oh, ik kan niet wachten tot mijn Growlithe een Arcanine is, jongens. Oeh, kijk, nu miste die trouwens net zijn Psybeam. Dat komt waarschijnlijk omdat ik dus die Lex Incense heb. Dat is super handig. Nou, BD gaat eventjes de HP bijvullen van Hatena. Ook dik prima. Want dan gaan we gewoon zijn Hatena nu slopen. Ja, BD, je bent niet sterk genoeg, vriendje. Ik kan er ook niks aan doen. Dan zul je echt zelf iets aan moeten doen. Oh, je hebt ook nog een Ponyta. En dat is natuurlijk Galarian Ponyta. En ik vind Galarian Ponyta echt super vet. Maar Galarian Rapidash vind ik daarentegen helemaal niet cool. Die vind ik eigenlijk, ja, veel te vrouwelijk of zo. Deze Ponyta is nog gewoon super schattig. Maar dat is bij Rapidash een beetje weg of zo. Joppakee. En hij mist weer een Confusion move. Nice. Ah, dat is wel een lekker itempie hoor. Jammer joh, vriend. Hey, ik zie je vast nog wel een volgende keer. Maar voor vandaag is het weer helemaal klaar. Doei! Oh, we krijgen nog wel zo'n Lee card. Nou, heel erg bedankt. Ik zie je de volgende keer. Mazzel. Laat ik nu maar ook gelijk even Wilbo als eerste in mijn team zetten. Kunnen we Wilbo even flink gaan trainen. Want we moeten sowieso langs een aantal trainertjes hier in deze grot. En als eerste langs Francis. En Francis heeft een beetje een gek baardje. Oké, lekker dit. Tegen een Karkul. Ik heb niet echt moves die heel erg goed zijn tegen Karkul. Dat merk ik al. Dus we moeten wel Bite gaan doen. Hij doet lekker een smackdowntje. Ja, top. Super effective. Zullen we anders gewoon Karkul tegen Karkul gaan doen, vriend? Dit is de battle van de mijnkarretjes. En ik ga ook even Ancient Power op zijn bakken gooien. Want ik bedoel, dat laat ik niet zomaar gebeuren, jongen. Oké, mazzel. Oh, en dat was het al. Hij had alleen maar een Karkul. Oké. Pakken we hier even een pokeballetje. 3 Duskballs. Dat vind ik wel een van de tofste ballen. Oh, uitkijken voor de Stunfisks hier zo, die op de loer liggen. En hier komt de volgende battle. Dit wordt wel wat lastiger. Deze hebben allemaal steendiepe Pokémon. Dan moet ik wel Bite gaan gebruiken. En dat doet allemaal niet zo heel veel damage. Maar we flinchen hem wel.
wel. Kijk, dat is lekker. We hoeven in ieder geval niet bang te zijn voor zijn move. Dus kunnen we gewoon nog een keer bite doen. De weak armor ability van Rock'n'Rolla zorgt dat zijn defense naar beneden gaat. Maar zijn snelheid beter wordt. Ik zou dat niet echt een hele fijne ability vinden eigenlijk om te hebben. Zo'n Pokémon zou ik niet heel snel gebruiken in mijn team, denk ik. In ieder geval, Rock'n'Rolla. Verslagen door Wilbo. Lekker bezig, Wilbo. Krijgen we nu te maken met een Timber. We moeten altijd denken aan een liedje van Kesha. En blijkbaar is Timber ook niet echt een hele boeiende Pokémon op dit moment als tegenstander voor Growlithe. Want ook Timber is gewoon, bam, genakt. Ik moet eerlijk zeggen, het voelt wel lekker dat we nu ook gewoon weer wat battles aan het winnen zijn. Dat het allemaal niet zo moeilijk gaat als tegen Nessa. Want, woe, dat was nou niet echt de meest makkelijke fase in deze afleveringen van Pokémon Sword en Shield. Nou ja, in dit geval Pokémon Shield dan. In deze Fire-type only challenge. Team Yell staat hier weer blij te doen. En volgens mij gaan we een duo battletje krijgen. Oké, hoppie, laten we dit weer lekker even samen gaan doen. We moeten battelen tegen Thievul en tegen Linoone. Ik moet elke keer weer lachen als ik naast een Wooloo sta. Ik begin denk ik gewoon op Thievul. En Linoone begint als met Night Slash. Oeh, Wooloo. Je moet wel een klein beetje oppassen denk ik. Thievul doet snarl, die raakt ons allebei. Wooloo is al bijna down. Ja, Wooloo, je moet serieus een beetje opletten. Ik doe een Flame Wheel. Kijk hoeveel damage dat doet. Iets meer dan de helft. Ga jij ook voor... Ja, jij gaat ook voor Thievul. Dat is nice. Ik denk dat we hem net niet verslaan trouwens. Ja, dan denk ik eigenlijk dat Wooloo nu een probleem heeft. Ja, Wooloo heeft zeker een probleem. Arm schaap. Oké, ik overleef deze aanval prima. En dan gaan we Flame Wheel doen. Het is echt wel lekker dat we Wilbo nu een klein beetje kunnen trainen. Doei Thievul. Wilbo gaat denk ik nu naar... Ja, zeker naar leveltje 27. Zijn snelheid begint ook omhoog te gaan. Daar ben ik super blij mee. Oeh, ze hebben nog een Pokémon. Oké. We moeten deze battle wel even serieus nemen. Ondertussen is er een Corvisquire uitgegooid. En doet Leopard Torment. Linoone gaat verder met Night Slash. Oh, die gooit hem nou op mij. Daar ben ik niet zo heel blij mee. Corvisquire doet Plak. En die doet hij op Linoone. Daar ben ik ook niet zo blij mee. We kunnen beter eerst voor de andere Pokémon gaan. Dan is die alvast verslagen. Jongens. Ik wil trouwens niet dat Wilbo down gaat. Dus ik gun hem gewoon nu even een potion, jongens. Ja, Leopard gaat dan dat ze lekker Fury Swipes doen. Nou, dan gaan wij even wachten tot hij klaar is. Oh, twee keer. Nou, dat valt ook weer mee. Kijk eens dan. Oh, jullie gaan allemaal voor mij opeens. Night Slash op mijn bakkes. Corvisquire gaat lekker eigenwijs door op die Linoone. Dan ga ik nu even een Swift gooien. Hopelijk. Want ik krijg een Sand Attack op mijn bakkes. Swift zou als het goed is allebei de andere Pokémon moeten raken. Linoone doet ook een Sand Attack. En ook op mij. Nou, helemaal bedankt. Waarschijnlijk ga ik ze niet... Ja, ik ga ze sowieso wel raken natuurlijk, want ik gebruik Swift. En Swift is een move die namelijk nooit mist. Dus ik heb helemaal geen last van de Sand Attacks. Dat is mooi, maar ik versla ook de tegenstanders niet. En dat is minder mooi, moet ik eerlijk toegeven. Nou, hoppakee, nog maar een potion dan voor Wilbo. Ondertussen een Night Slash op Corvisquire. Dan gaat Corvisquire nu één van deze twee... Oh, dacht ik finishen, maar Corvisquire doet leer. Waarom zou je nu leer doen op dit moment? Hop, ze hebben allebei nog één klap nodig. Dan moet je gewoon een aanval doen. En ik kan natuurlijk niet nog een keer Swift gebruiken. Oh, deze battle duurt lang. Omdat Hoppy ook niet heel echt slim bezig is, moet ik eerlijk zeggen. Corvisquire doet Fury Attack. Hoppa, en Linoone is down. En dan sloop ik nu eventjes Leopard erachteraan. Kabliggy blam, baba Leopard. Dit levert wel lekker veel XP op. Nice. Nou, dan alleen nog even een Penjam, Hoppy. Corvisquire begint met Pack en dat is slim, want dat is super effective natuurlijk. Ik moet Swift doen, want ik kan mijn Fire-type move niet gebruiken. Penjam doet Workout, die gaat ons geen eens aanvallen. Volgens mij geven ze het op. Volgens mij hebben de Team Skullgrunts geen zin mee, jongens. En dat snap ik, want Corvisquire gaat nu deze Penjam slopen. Ja, en dan moeten ze toch even opzij. Opzij, opzij, opzij. Maak plaats, maak plaats, maak plaats. We hebben ongelofelijke haast. Nou, wegwezen, jongen. Doei! Hebben we weer mooi gedaan, Hoppy. Oh man, ik zie hier een Dreadnought. Ik heb ondertussen echt nachtmerries van Dreadnought. Ik zie ook een Shuckle en een Noibat. Superleuke Pokémon hier, man. Noibat is er ondertussen vandoor. Nou, dan pak ik even de item op waar Noibat er vandoor ging. En dan gaan we zo eens even kijken of we Kaboe kunnen vinden. Maar eerst moeten we nog even met deze dude battelen. En die heeft een Drillbur. En dat is een probleem. Drillbur kan namelijk volgens mij Ground-type moves. En dat zou gewoon een probleempje kunnen worden voor... Wilbo. Oh, maar hij doet Home Class. Nou, dat is helemaal super. Dank u wel dat u mij spaart, lieve trainer. Oeh, bijna gaan Ronald en Donner level omhoog. Maar bijna is niet helemaal... Oh, nu krijgen we te maken met een Onix. Dan moet ik eventjes switchen naar Ronald. En het mag duidelijk zijn dat Ronald... altijd een fighting type move moet kunnen. Want als we geen fighting type move meer kunnen, dan hebben we echt een probleem. Dan met Onix. Nou, dat zouden we Onix gewoon amper kunnen verslaan. Maar gelukkig hebben we dus nog een fighting type move, waarmee we dus een super effective move hebben tegen Onix. En Onix gaat zichzelf even vervloeken, zo te zien. Lekker bezig, Onixie. Hey Onix, ik zie je de volgende keer weer, oké?
Doei. Even hier deze TM oppakken. Sand Tomb. Die vind ik echt gruwelijk irritant. Oh, oké. We zijn gegrepen door een stunfisk. De Galarian Stunfisk vind ik wel echt een baas. Vind ik echt een super geinige Pokémon. Het is gewoon een berenklauw, jongen. Niet normaal. Hij is trouwens sterk, jongen. Kijk hoe weinig damage je wilt doen met de super effective move. Oh nee, Mudshot. Auw. Oké, we overleven die Mudshot net. En ik denk dat we hem gewoon niet gaan slopen met deze tweede Flame Wheel. Nee, nog een keer een Mudshot op mijn bakkes. Oh, maar hij mist. Oké, dat is lekker. Ja, dat item wat we nu hebben gegeven aan Wilwo is echt super nice. Want het is echt al volgens mij 4 of 5 keer gebeurd dat ze nu een move missen op mij. Dus dat ben ik echt, dat vind ik nice. Kijk dan, 761 XP maar liefst van Wilwo erbij. Oké, dan weten we dat ook. Als we willen gaan trainen, dan moeten we nu even Stunfiskies hier gaan verslaan. Ik denk dat we bovenaan misschien nog een item gemist hebben. Soft Sand. Dat boost de power van Ground-type moves. Daar hebben we op dit moment niet zo heel veel aan. Maar misschien later nog. Zijn we ondertussen al een klein beetje aan het einde van de grot. Ja, kijk, Hoppy staat hier. Kaboos staat hier. En die team Yell Grunts, die staan er ook. Maar zo te zien heeft Kaboos verslagen. En dit is de gymleader van de derde gym. Hij traint Fire-type Pokémon en hem moeten we dus nu gaan verslaan in de volgende stad. Eigenlijk is Motostoke niet de volgende stad, want we zijn daar al geweest. We hebben letterlijk nu een rondje gelopen. En we zijn nu op de volgende route. En we zien Sudowoodos. Oeh, wacht even. Deze Pokémon mogen we ook vangen volgens mij. Salandit is namelijk volgens mij Poison en Fire. Maar wat je moet weten over Salandit is dat je inderdaad altijd een vrouwtje moet vangen. Want vrouwtjes evolueren in Salazzle. Oeh, we zijn trouwens badly poisoned. Oh, Wilbo, dit is niet chill. Sorry, man. Sorry dat ik je dit aandoe. Yo, ik wist helemaal niet dat deze hier op deze route waren. Dit is super nice. Eigenlijk wil ik hem gewoon niet meer aanvallen. Want ik ben bang dat ik hem sloop en ik ga het gewoon even proberen met een duskbal. Ik bedoel, waarom niet? Volgens mij is het donker, dus ik denk dat dit misschien zou moeten kunnen gaan lukken. 1, 2, gaan we hem pakken? Gaan we hem pakken? Ja, lekker! Nice! We hebben een nieuwe Pokémon in het team en ik vind deze super cool. Als ik een lijst zou moeten maken met welke Pokémon ik echt heel tof vind, dan staat deze Pokémon sowieso in de lijst. Want ik vind Poison en Fire namelijk ook een hele interessante combinatie. Bilbo groeit nog even een leveltje, dat is ook mooi meegenomen. Die wil Retaliate leren en op zich is dat wel een goede move. Maar welke gaan we dan weghalen? Ja, dan gaan we Ember weghalen. Retaliate doet namelijk double damage op het moment dat in de vorige beurt een van jouw Pokémon is verslagen. Maar goed, we hebben dus inderdaad een vrouwelijke Salandit. En het is een giftige hagedisse Pokémon. Het is een sneaky Pokémon die heel slink zo achter zijn prooi gaat staan. En dan even wat giftig gas gewoon zo hoppakee over zijn prooi gooit. Oké, welke vrouwelijke YouTuber is giftig? Welke vrouwelijke YouTuber kunnen we met een hagedis vergelijken? Ik denk dat ik geen vrienden maak met de vrouwelijke YouTuber wiens naam gegeven wordt aan deze Pokémon. Maar Dionne, ik heb laatst een stream van jou gekeken. En daarin zat je gewoon keihard te boeren. Dus eigenlijk, als jij een boer laat, dat is gewoon dat giftige gas die je gooit op je prooi. Ja hoor, dit is Onity. We gebruiken de echte namen. En iedereen weet dat Onity Dionne heet. Ik weet niet of je er blij mee bent, maar welkom in het team Dionne. En Dionne zit ook in de party. En weet je wat? Dit is een perfect moment om deze video af te sluiten. De video waarin we Nessa hebben verslagen. De video waarin... veel makkelijker werd verslagen. En de video waarin we weer een nieuw teamlid hebben. En dat is Dionne, deze Salandit. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer Pokémon en Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me dan zeker ook even op twitch.tv/Rickachu. Dan zie ik je daar. Of gewoon weer bij de volgende video. Mazzel!